zoveel mensen van andere partijen te zien. Stel je even, ik neem jullie even heel kort mee naar 4 jaar geleden. Toen hadden wij ook zo'n avondje hier. Toen sneeuwde, stormde buiten. Toen was het ook gezellig, was iets minder druk dan nu. Maar we begonnen nog maar net met die traditie. In 2002 werd voor het laatst een onafhankelijk raadslid van het jaar gekozen. Dat was Olaf Welling. Dat gebeurde toen nog door het Leids Dagblad. Ik belde alle raadsleden op en die mochten punten geven. En dan kwam hij als overwinnaar uit. Met Greetje en wie was het nog meer als goede tweede toen? Greetje van u. Marije. Marije? Nee, dat kan niet. Die zat nog niet eens in de raad. Nee, toen moest je toch langer dan een dag in de raad gezeten hebben om te kunnen worden. Nou goed, maakt niet uit. Een andere prima vrouw. Met even kwijt. Maar goed, dat was de laatste keer in 2002 dat het dus zeg maar onafhankelijk was. Daarna zag het Leids Dagblad er vanaf. En in 2006, toen wij, het was eigenlijk begin 2007, toen wij wat lastige verkiezingen achter de rug hadden, toen dachten we moeten toch iets om de aandacht weer op ons te vestigen. En toen hebben wij ervoor gekozen om het meest sociaal-liberale raadslid van het jaar te kiezen. Niet zijn D66er, nou dat was niet zo moeilijk. Want Aad en ik zaten er met z'n tweeën, wij waren geen kandidaat. En de eerste die dat geworden is, was Paul Laudy. En daarna is dat eigenlijk een traditie geworden die gewoon uitgemond is in wat wij het beste raadslid van het jaar vonden. Wij, dat waren dus Aad en ik. Er was geen reglement, er was geen jury, maar toch, het was altijd leuk en onomstreden moet ik zeggen. Er zijn een paar winnaars hier vanavond aanwezig. Maar het is goed dat dat ook weer voorbij is en dat we nu naar weer een nieuwe situatie gaan. En je merkt het leeft, dat is leuk. En waarom is dat nou eigenlijk leuk? Omdat de raad ook weer leeft. Ik heb het gevoel echt dat het anders is geworden. En dan kijk ik even terug op 2010, vanuit D66 dan. Wij hadden eigenlijk 3 hoofddoelen die wij wilden bereiken. En dat was... Dat waren niet de 3 R'en, helemaal. dat waren een beter bestuur, een groene Oostvietpolder en geen Rijngouwelijn. Nou, we staan op 2,5, zullen we maar zeggen. maar waar het mij nu vooral om gaat, is dat anders besturen. Daar kan ik een hele verhandeling over houden. Het komt er in ieder geval op neer dat... het woord weer is aan de raad. We hebben een heel beperkt akkoord en eigenlijk als je nu als neutrale waarnemer bij een raadsvergadering zou zijn, dan heb je echt geen flauw idee wie er in de oppositie of wie er in de coalitie zit. Ik merk ook zelf, ik ben nu sinds 2002 raadslid, dat de sfeer echt aanzienlijk verbeterd is. Dat mensen elkaar ook weer, mensen hebben elkaar nodig, over de brug van oppositie en coalitie heen ook. Er zijn ook heel veel nieuwe raadsleden bijgekomen die ook meegaan in die atmosfeer die er nu is. En wij zitten als D66 in een positie dat wij eigenlijk dat verhaal kunnen maken en breken, zeg maar eventjes. Als wij meegaan in een spel om zaken dicht te timmeren, dan is het snel gedaan met die cultuur. Maar we zullen dat niet doen. Dat zeg ik hier nog maar eens een keer heel helder en duidelijk. Wij zijn ontzettend blij met de manier waarop... Niet alleen de raad weer aan het woord is, maar ook de burger. Die weer mogelijkheid heeft om de besluitvorming in de raad ook in het college te beïnvloeden. Daar sta ik voor en daar staat onze fractie ook voor. En wij zullen dat tot aan 2014 met man en macht verdedigen. Als er al een aanval op komt, want die is er helemaal niet. Want ik heb het gevoel dat iedereen er wel blij mee is. Je kunt weer wat bereiken en je kunt vooral ook op een prettige manier met elkaar omgaan. En dat is... in zoiets slopends als het raadswerk toch heel belangrijk. Nou, dat is voor mij, als ik terugkijk naar 2010, die avond op 3 maart was natuurlijk geweldig, maar wat er daarna gebeurd is, vind ik eigenlijk veel belangrijker, dat we dat met elkaar bereikt hebben en vast weten te houden en eigenlijk steeds verder weten te ontwikkelen. Dat zie ik echt als een enorme winst voor deze stad. En nogmaals, ik zal er ook vanuit mijn rol alles aan proberen te doen om dat vast te houden.
Nou, in 2010 verder, het andere onderwerp heb ik al even genoemd. We zijn echt op weg naar een groene Oostzeepolder. Er zijn natuurlijk ook in de aanloop naar de statenverkiezingen zie je dat er dingen in beweging gaan komen. Zoals bijvoorbeeld in ditzelfde zaaltje een week geleden, of nog geen week geleden, Ron Hillebrand even melden dat de Partij van de Arbeid in Zuid-Holland nu voor die groene Oostzeepolder is. Heel belangwekkende ontwikkeling. Vanuit ons gezien dan, praat ik nu even als deze. Ja, wat betreft de Rijn-Gouwenlijn, we moeten het er toch heel even over hebben. Hoewel we gelukkig er anderhalf jaar lang waarschijnlijk niet over zullen hoeven praten. Maar we zullen zien hoe dat verder gaat. En waar wij vanuit ons perspectief in ieder geval tevreden over zijn, is dat er een onderzoek komt dat een aantal opties mogelijk maakt. Waaronder geen Rijn-Gouwenlijn door de binnenstad. Nou, dat is winst. Hadden we natuurlijk liever anders gezien als het gaat om die overeenkomsten die niet meer opzegbaar bleken te zijn. Maar goed, zo is het. En we zullen zien hoe dat voor onze stad afloopt. Maar in ieder geval zo. Kunt u erop rekenen dat D66 dat ook met zich voluit voor blijft inzetten voor dat dossier. We hebben een goede begroting gehad, evenwichtig. Geen lastenverzwaring aan de ene kant. Geen korting op de minima aan de andere kant. Dat is mooi, hè, als je een college hebt met wat zeg maar het hele spectrum van de raad bestrijkt. Dan is dat ook wel een teken dat het ook in het college goed gaat. En dat krijgen we toch keer op keer terug. En dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. En we zullen zien, en dat is nu al zo, dat de politieke partijen, dus ook de onze, zich in de komende jaren blijvend zal gaan profileren. Ik denk dat dat ook de komende maanden wel weer sterk zal zijn. Want ja, het eerste grote onderwerp waar we toch naartoe gaan, dat zijn de statenverkiezingen op 2 maart. Dat is nog maar 6 weken te gaan zo ongeveer. Zeg ik het goed? Ja, in ieder geval om allerlei redenen buitengewoon belangrijke verkiezingen. Ik ga hier niet nu een heel D66 verhaal houden, want er zijn ook anderen in de zaal die daar weer heel anders over denken. Dat moet ook. Wat er ook gebeurt, Leiden is in ieder geval een fijne stad, denk ik, hè, waarin wij met elkaar het bestuur op zo'n manier invullen dat tegenstellingen ook in onze Leidse samenleving, zoals je die landelijk af en toe ziet ontwikkelen, hier feitelijk ontbreken. En dat is een belangrijk goed wat we door geen enkele verkiezing moeten laten doorkruisen. Nou, verder zullen inderdaad de 3 R'en ongetwijfeld terugkomen. De Ringweg Oost zal dit jaar een besluit overvallen. Wordt het Buitenbom of wordt het de Churchill Avenue? Wat was die andere ook weer? Ik bedoel de Rijnlandroute. Ben ik al? Ja, nou ja, goed. Als je je auto maar kwijt kan, dan zet ik het EVD dan maar even na. We hadden dit jaar nog een aardige discussie over de naamgeving van commissies. Toen ging het erom, moet het nou bereikbaarheid of leefbaarheid zijn? En toen zei een van de VVD-raadsleden, die zei, nou, bereikbaarheid, want dat is namelijk hetzelfde als leefbaarheid. En dan hebben we dat samengevat als leefbaarheid, dat is als je je auto maar kwijt. Nou, fijn. Dus daar dacht ik even aan. Flauwe grap natuurlijk. Maar goed, die bereikbaarheid van onze stad is buitengewoon belangrijk. Hè. Net had ik het uiteraard over de Oost-West-verbinding. Maar er is ook nog zoiets als die Ringweg Oost. Daar zullen we ook zien hoe dat verder gaat. Het college heeft opdracht gekregen om ook naar alternatieven te kijken. En is ook bezig om te zien wat er richting Leiderdorp kan gaan gebeuren. Nou, ik verwacht daar zelf niet zo heel veel van dat succesvol zal zijn. Maar we zullen het allemaal mee gaan maken. Goed, dat is allemaal van later zorg. U zult ongetwijfeld zien in dit jaar dat politieke partijen zich scherper gaan profileren. Dat kan dus ook in de Leidse Raad. En dat is ook leuk en dat maakt de partijen herkenbaar en ik zie daar enorm naar uit. Ik hoop dat nog in ieder geval tot 2014 te doen, want dat was iets wat Chris mij dan weer, wat ik in een onbewaakt ogenblik aan Chris had verteld. En dan staat het ook meteen op sleutelslag. Ik heb tegen het bestuur van onze afdeling gezegd dat ik in ieder geval in 2014 geen lijsttrekker en geen fractievoorzitter meer wil zijn. Dat wil niet zeggen dat ik geen raadslid meer wil zijn, want dat is toch een van de mooiste hobby's die je kan hebben. Maar als het eenmaal 2014 is, dan heb ik dat werkje 11 jaar gedaan en dan lijkt me dat wel mooi. En we hebben, zoals jullie weten en vanavond ook zien, enorm veel talent
in onze partij. En dat moet vooral ook op deze plek komen te staan. Maar wel pas vanaf 2014. Maar we gaan ze langzaam laten komen. U gaat het merken. Goed. Ik wens iedereen hier aanwezig en ook onze fijne stad een prachtig 2011 toe. Mooie avond en het gaat u allemaal goed en ook uw dierbaren. Dank u wel.